Marian Freeriks van kuierdeur.nl. Marian geeft looptrainingen, zo kan ik het wel noemen. Wandeltrainingen. Ja. Zo moet ik het zien, toch? Ja, dat klopt. Het zijn wandeltrainingen. Wat is kuierdeur? Nou, kuierdeur heeft twee betekenissen. Kuieren en wandelen. En dat is precies wat we doen. 16 weken lang gaan we in de gemeente Lossen op twee locaties gaan we aan de slag met mensen die nu nog niet veel bewegen, bijna te niet bewegen. En die geven ze nu eigenlijk een kans om met heel weinig meters te beginnen met wandelen. En dat elke week uit te breiden, zodat je uiteindelijk een best een afstand kunt wandelen. En het wandelen is altijd in combinatie met praten in de groep. Dat wat het ook zo leuk maakt, het wandelen. Gezellig. Maar praten en elke week een stukje verder wandelen maakt dat jij uiteindelijk een behoorlijke afstand kunt lopen. Oké. Ja, dat is eigenlijk wat kuierdeur is. Ja. En er is begeleiding bij? Ja, er zijn vrijwillige wandelbegeleiders bij inderdaad. En die, bij groep zijn er twee begeleiders. Dus die helpen je, zeg maar, die begeleiden de groep. Zodat mensen niet alleen achterblijven of te ver vooruit lopen enzovoort. Dus die zorgen ervoor dat die opbouw heel geleidelijk aangaat. Ja? Oké. Okay. Voor wie is het? Nou, zoals ik al zei, voor mensen die nu nog heel weinig bewegen of niet bewegen. Dus als je het gevoel hebt van, wow, ik wil wel iets aan mijn conditie doen, ik wil me wat fitter voelen, ik wil meer energie hebben. Ik wil misschien wel nieuwe wandelmaatjes ontmoeten. Nou, dan is dit misschien wel een kans voor je om aan te haken. Want we beginnen met echt heel weinig, met hele korte afstanden. We beginnen met 4 keer 5 minuten om te wennen. En per week bouwen we die afstand ietsjes uit. Dus heel geleidelijk aan bouwen we dat uit, zodat je uiteindelijk, zeg maar, ook als je nu nog heel weinig beweegt, toch in staat bent over een aantal weken, 5 of toch misschien wel 10 kilometer te wandelen. Een leuke wandeling. Ja. 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 Wat is het doel? Nou, mensen, je zegt al gezelligheid en komt van de stoel af. En, het is soms best wel lastig, hè, door allerlei omstandigheden, om echt in beweging te komen. En, nou, we hebben gezegd, we proberen de drempel zo laag te houden dat je hoeft nou niet veel te kunnen als je bij ons komt. Sterker nog, als je amper een paar meter kunt wandelen, ben je al welkom. Maar het doel is uiteindelijk dus mensen gewoon wat meer beweegvrijheid te geven. Maar ook zeg maar, dat ze zich prettig voelen in de groep. En met die groep gezamenlijk echt verder gaan wandelen. Waardoor ze uiteindelijk, zeg maar, handconditie verbeteren. Maar ook meer ruimte krijgen om andere dingen te doen. Want als je conditie verbetert, je kunt verder wandelen. En dan kun je misschien wat verder fietsen, omdat je het makkelijk kunt volhouden. Maar je bestaat om andere dingen te doen. Dus uiteindelijk is dit een soort basis die we leggen, waardoor mensen uiteindelijk in staat zijn meer uit het leven te houden. Zoals dat mooi heet. Ja, helemaal goed. Het is in onze eigen omgeving. Je hebt twee locaties. Eén is Overdenkel, daar zijn wat wandelaars voor. Ja. Hier in Lassen begint de groep bij Man. Ja. Ik begreep dat je ook kunt wisselen tussen de locaties. Dus als je één dag niet kunt of zo, dan kun je naar een andere locatie gaan. Dat is natuurlijk aan de mensen zelf. Ja. De kosten. Ja. Nou, de eerste 4 keer ISO-4 trainingen zijn gratis. Dus na de eerste week, dat is dan maandag 7 oktober, dan kun je naar Overdenkel komen. Vrijdag 11 oktober kun je naar Lossen komen, naar Stichting Man. En daar is een soort kennismakingstraining. En daarna heb je nog 3 trainingen om gewoon een beetje te proeven van, hey, is dit wat voor me, vind ik het leuk? En daarna kost het 1 euro per training. Okay. Dus proberen de prijs gewoon heel laag te houden, zodat de mensen ook kunnen gaan. Zodat dat geen drempel is. Nee, daarom. Helemaal goed. Mm-hmm. Waar kunnen mensen zich aanmelden? Nou, dat kan via de site. We hebben een site. Kuierdeur.nl. www.kuierdeur.nl. Ja? En ze kunnen ook bellen naar mij. Zal ik het nummer noemen? Ja, doe Dat is 06-55-91-2307. Helemaal goed. Nou, ik hoop op een succes voor de gemeente Lossen. Ja, dat zijn er best veel aanmeldingen. We hebben dikke 30 aanmeldingen. Oh, dus dat is fantastisch. Goed. Daar ben ik heel blij mee. Heel blij. En heel veel wandelbegeleiders die enthousiast zijn. Dus mooi. Gaat helemaal goed komen. Helemaal goed. Dankjewel. Graag gedaan.